Het instellen van overlegplatforms om alle issues die tijdens de dialoogrondes met diverse organisaties en personen zijn besproken, is een van de belangrijke resultaten uit gesprekken met actoren. President Chandrika Prasad Santokhi gaf vandaag op een persconferentie een tussentijds verslag over de gesprekken. In totaal worden er 4 overlegplatforms gecreëerd op basis waarvan de prioriteiten van de regering zullen worden aangepast. Het eerste platform is die voor het politiek-bestuurlijk beleid. Dat zijn een paar van de zaken die we hieronder kunnen brengen. Natuurlijk zullen er meer zaken zijn die verder in detail uitgewerkt zullen worden door de werkgroepen. Het tweede platform is namelijk een sociaal-maatschappelijk platform. Het gaat over armoedebestrijding, basisbehoeften, arbeidsomstandigheden en zaken die te maken hebben met burgerveiligheid en veiligheid in het land. Derde is namelijk het financieel-economisch platform ter stimulering van de productie. Het IMF-programma, en het kritischer naar kijken, maar ook begeleiding van de uitvoering van het IMF-programma, het brede draagvlak. Hoe gaan we onze ontwikkeling van het land financieren? Welke zijn de financieringsbronnen gegeven de format van IMF waarbinnen we moeten optreden? Nationaal, op basis van eigen besparing, welke zijn de andere financieringen? Hoe zullen de prioriteiten zijn van de uitvoering van de projecten? Koopkrachtversterking, koersontwikkeling, inflatie zullen allemaal hieronder vallen. Als laatst komt het vierde platform voor de ontwikkeling van het binnenland. Omtrent het heet hangijzer, de uitgave van terreinen op het Sabaku-project, kondigde president Santokhi aan dat uitgiftes van gronden voor de komende 6 maanden middels presidentieel besluit worden opgeschort. En dat er een presidentiële commissie komt om alles te gaan onderzoeken in de sfeer van de uitgifte in bestuursrechtelijk zin, in procedureel zin, in administratieve zin. En dit noem ik zo omdat de procureur-generaal duidelijk heeft aangegeven dat voor wat betreft strafrechtelijk zin en onderzoeken van de rechtmatigheid, dat het haar verantwoordelijkheid is. En inmiddels heeft zij een dossier daar ontvangen en geeft zij ook sturing aan een onderzoek dat verricht wordt door een team van politiemensen. En dat er geen doorkruising moet zijn van het onderzoek. Dat is het strafrechtelijk deel. Wij gaan ons meer focussen en daarvoor is dat goede afstemming met de procureur-generaal geweest, VP. Dat was goed advies voor wat hij gisteren gegeven had. Een afschrift van het presidentieel besluit wordt gestuurd naar een ieder die reeds een stuk grond in handen heeft. Naast deze maatregelen worden ook het benoemingsbeleid aangescherpt en het functioneren van districtscommissarissen onder de loep genomen.